Het Mungra Medisch Centrum MMC heeft de afgelopen periode vele uitdagingen gekend. Desondanks heeft het ziekenhuis in het reisdistrict Nikeri tot nog toe het hoofd boven water kunnen houden. Dr. Joyce Abolt, manager van de spoedeisende hulp van MMC, zegt dat de COVID-pandemie een zware druk legt op de non-COVID-zorg van het ziekenhuis. Dat zorg biedt voor Koroni, Nikeri en de dorpen in het westen van Suriname. Abolt geeft aan dat er onder andere een tekort is aan ambulances in het district Nikeri. Zo vormt het vervoeren van patiënten naar de stad in bepaalde gevallen een probleem voor het ziekenhuis. Bijvoorbeeld patiënten die bijvoorbeeld een trombolyse nodig hebben of iets, moeten dan wel afgevoerd worden naar Paramaribo. En daar zit er wel wat, kinks. Er zitten wat kinks in. Want je moet de patiënt dan zo voorzichtig mogelijk forceren en vooral met de weg die wordt aangepakt. Ja, dat zijn ook allemaal uitdagingen waaraan MMC, waarmee MMC ook te kampen heeft, maar we redden het aardig. Ze geeft ook aan dat zoals de ziekenhuizen in Paramaribo, het Mungra Medisch Centrum vaak geconfronteerd wordt met een tekort aan medicijnen. Dit probleem is volgens haar reeds bekend bij de gezondheidsautoriteiten. Er is wel een probleem. We zijn volledig afhankelijk van BGVS, BVGS voor medicatie toevoer. De afstand speelt ook een rol. Als er bijvoorbeeld een partij aankomt in Paramaribo, dan duurt het wat langere tijd voordat het in Nikeri is. We hebben wel een medicijntekort af en toe. Ik denk dat het ministerie daarvan wel op de hoogte is. Ja, het ministerie is daarvan ook wel op de hoogte. Ik denk dat ze wel hun uiterste best doen hoor, om ons te voorzien. Maar vanwege logistiek lukt het niet altijd om ons tijdig te voorzien van de medicaties. Abolt wijst er ook op dat de COVID-situatie niet maakt dat het minder druk is op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. COVID-zorg heeft een hele impact gehad op SEA, op MNC. Maar de non-COVID-zorg is ook onze prioriteit, als het ware. Onze SEA hebben we zodanig ingedeeld dat we dus bij de screening voorop al uitmaken of het gaat om een COVID-suspect of een non-COVID-suspect. Een non-COVID-suspect komt gewoon binnen en krijgt de normale behandeling. Terwijl een COVID-suspect opgevangen wordt in een speciale ruimte. Met PPE en dat was gespecialiseerde verpleegkundigen. Maar er is sowieso ik zou niet zeggen een vermindering van de non-COVID, van de non-COVID gevallen. Dr. Abolt is tevreden over de bereidwilligheid van mensen om zich te laten vaccineren. Ze roept anderen op die zich nog niet hebben laten vaccineren dat alsnog te doen. Ook roept ze vooral de Nikeriaanse gemeenschap op om zich te houden aan de Mohana-regels, gezien het gevaar nog niet is geweken.